Iedereen maakt geen foto's. Iedereen maakt kiekjes. En er zijn hele goede fotografen die hele goede foto's maken. Dat verschil moet gewoon duidelijk blijven. En hetgeen wat soms ook in panics te zien is, dat zijn wel de Polaroids of de kiekjes of met de iPhones gemaakte foto's. Maar dit is geen kunstfotografie. En die kunstfotografie zal ik altijd blijven. Karel de Keijzer maakt over 10 jaar nog dezelfde documentaire series. En daar zijn we al diep van onder de indruk. En dat er steeds meer mensen zijn die foto's maken, ja, die juichen alleen maar toe. In de hoop dat die ook die stappen willen te zetten naar Pennings. Of naar welke andere fotogalerie dan ook. Ja. Dus ik ben er niet zo bevreesd voor, moet ik zeggen. In 1965, toen ik trouwde met Harry Bennings, was het voor hem een leuke jaar, omdat hij kocht de meubelzaak van zijn vader. Ik had mijn schoonvader nog niet ontmoet, maar ik hoorde dat het was echt een ontzettend slimme man, want voor de oorlog hij had een pand. Een atelier op de Stratum zijnde. Hij maakte tafel, stoel, banken, de inrichting van de Nederlander. Op de Gelderopse wijk waren van die kleine arbeidershuisjes en dan met een hele lange tuin. Hij kocht het eerste huis, hij heeft een betonplaat tot het eind van de tuin geplaatst en muren opzij en een plat dakje en daar was dus het eerste bedrijfspand. En hij heeft het verhuurde of verkocht, dat weet ik niet meer, aan een caféhouder. Het naam van de café is Het Karrespoor. Harry wilde graag uitbreiden. Hè? Hij had van zijn vader overgenomen. Dus hij wil een mooiere collectie, Italiaanse, zelfs Franse. En toen kwam de galerie op de eerste verdieping. Intussen was Pa Pennings overleden. Pand 3 werd vrijgemaakt en dat was een Engels textielhandelaar. Het was Latham Vergeer. Mijn schoonmoeder kreeg het en Harry heeft het overgenomen om ja, die uitbreidingen. En hij heeft een doorgang voor gezet en een uitgang in het midden gezet. In het midden heeft hij een beetje Italiaanse invloed, heeft een koepel gemaakt voor de licht en een soort patio achter waar je kon zitten. Tot kwam Hans Biezen, dat is een grote fotograaf en vriend van Harry. En ook Rob Schoonen, ook nou bekend in Eindhoven. En die zeggen tegen Harry maar van ja, het is een ideaal een ruimte om te kunnen een tentoonstelling te maken. Maar Harry is natuurlijk heel klein begonnen. Want het was, in het begin was het niet meer dan een paar vierkante meter, denk ik. En later is het natuurlijk flink wat uitgebreid. En ik vond het prima passen daar in die zaak. Uitstekend, zeker met die passie die Harry had. Harry was eigenlijk een beetje verlegen type. Hè? Maar... Ja, hij had nu een galerie, want ook was het in het midden, dat was officieel Galerie Pennings. Intussen was de galerie een klein beetje bekend en Harry durfde naar grootheden te gaan. En als ik zeg grootheden, ik bedoel
Ja, nou, mijn grote liefde. Dat is Willy Ronies, die intussen overleden is. Maar die heeft zulke lieve, mooie, zuiver foto. Gilbert en George. Paul de Nooijer. Wij hebben zoals mensen Paul Bogers, die is ook in de galerie een tijdje trouw geweest, en Ruud de Brouwer. Dat was ook een kenmerk van Harry. Die is echt, die heeft een neus, had een neus voor niet alleen jong talent, maar gewoon überhaupt fotografen waarvan niemand er ooit gehoord had bijna. Nou, ik ken alleen maar de Nederlandse naam, wel een aantal Franse namen, zoals Boltanski. Boltanski is echt een naam die diep bij mij binnenkwam en nog steeds. Ik vind het prachtig werk wat hij maakt. Niet alleen zijn fotografie, maar ook überhaupt zijn beeldende kunst. Vind ik fantastisch. Hannes Balraven, vond ik echt, die is mij bijgebleven. Frank van der Salm werd door Harry geïntroduceerd in Eindhoven. Ja, dat vond ik prachtig werk. Hè? Dat dus. En Annette Messager. Het waren mensen die heel goed... Karel de Keizer. Hè, die komt nu dit jaar terug. Echt bekende mensen. Ik kwam voor de eerste keer in zijn galerie voor fotografie en heb altijd een interesse in fotografie gehad. Dus ik begin met Harry te praten over wat hij doet, want ik vond dat heel bijzonder. Zo'n plekje op een eerste etage waar je naar boven loopt, waar je aan de buitenkant niet eens kon zien wat daar eigenlijk te doen was. Harry heeft mij toen best veel verteld over wie hij was en wat hij deed. Ik ben daar zo ieder half jaar een keer terug geweest. En op een gegeven moment gaf hij aan dat hij ging stoppen. En dat gevoel toen, en dat is echt zo, dat mijn maag draaide. En ik echt dacht, zou ik dat dan gaan doen? Maar ja, ik dacht meteen ook van, yo, hoe dan? Ik weet eigenlijk helemaal niets. En... Ja, ik ben er toch. Ik heb niks gezegd tegen Harry. Ik heb het alleen aangehoord en opgehangen. En ik ben naar huis gegaan en ik heb het met André, mijn man, erover gehad. Van joh, dit en dit is gebeurd. En die zei meteen: nou, dan ga je toch met hem praten. Dan ga je gewoon eens kijken wat hij wil of hoe dat dan gaat. En dat heb ik ook gedaan. Dan ben ik in april, iets eerder, 2005, met Harry gaan praten daarover. En hele lange gesprekken gehad over wie ik dan wel was en waarom ik dat dan wilde. En, in die tijd was Breda Foto volgens mij de tweede keer. En Harry had daar een hele grote solo-tentoonstelling. Hij was daar curator. Hij was gevraagd daar een tentoonstelling in te richten. Dus dat hele proces kreeg ik mee, want die foto's kwamen echt uit heel Europa. Daar was ook een kleine kunstfotografiebeurs bij, waar ik met hem in november naartoe ben gegaan. Vervolgens werden André en ik uitgenodigd om met hem mee te gaan naar Paris Photo.
Hij stond daar niet zelf op, maar mevrouw Penix is Française, kent Parijs goed. Zodoende kwam Harry ook eerder op die beurs. Wij zijn daar samen naartoe gegaan en ik heb me altijd gerealiseerd dat dat niet eens ging over Paris Photo. Dat ging erover wie mijn man was. Want dat heb ik ook in al die jaren ervaren. Als je een partner zou hebben die dit niet ziet zitten, dan gaat dat gewoon niet werken. Sinds Pennings in ons leven is, als galerie, maar nu ook als foundation, ben je daar beide bij betrokken. Je zult daar beide respect en een interesse in moeten hebben. En André heeft dat gelukkig. En die heeft daar ook altijd heel erg aan meegewerkt. En voor Françoise en voor Harry was het toen heel belangrijk om te kijken wat voor vent heeft ze en kan die man daarin meegaan. Besloten om het maar voor te zetten. Dus heb ik 13 jaar lang op de Gelder op z'n weg, op de eerste etage, Galerie Pennings voortgezet. Een galerie voor fotografie die meedeed aan beurzen, maar ook lezingen ging organiseren. Die een fotofestival organiseerde. Voorheen had je de fotomanifestatie Eindhoven. Dat hebben we voort proberen te zetten later met een Reframe Festival. We hebben veel vrijwilligers geworven. Galerie Pennings is nooit een commerciële galerie geweest. In die zin dat verkoop leidend is geweest in de keuzes die we gemaakt hebben voor fotografen. Inmiddels zijn we wel de oudste plek voor fotografie. We zijn in 1979 begonnen. Maar na de crisis in 2008 en heel veel tentoonstellingen maken met heel veel vrijwilligers, kwamen we toch tot de ontdekking dat misschien het concept van een galerie, wat toch in feite zou moeten zijn het verkopen van werk, niet helemaal paste ook bij het medium in onze optiek. Foundation, zoals Petra en de zijnen die hebben opgezet, dat is dat je veel meer kunt doen dan alleen het tonen en het verkopen van de foto's. Er worden lezingen gehouden, er worden bijeenkomsten gehouden, scholen komen daar. Er worden lessen gegeven, maar er gebeurt ongelooflijk veel meer. En dat kan natuurlijk binnen zo'n foundation veel beter dan wanneer je puur sec alleen een galerie hebt. En dat past ook wel een beetje in de geest van de tijd, denk ik. Harry was echt een kind van zijn tijd, dat is Petra ook. En daar zijn deze twee vormen een uitvloeisel van. Iedere keer proberen we een ander verhaal centraal te stellen. Die maker te helpen dat verhaal te vertellen, visueel te maken. Daaromheen publiek te werven. Dus dat zijn altijd andere groepen. Mensen hebben natuurlijk allemaal andere interesses. En daaromheen een educatief programma. We proberen in alle facetten van de fotografie tentoonstellingen te maken. En dat te verbinden aan publiek. Omdat we er echt van overtuigd zijn dat het een meerwaarde voor je leven kan betekenen als je je met kunst en cultuur bezig kunt houden. En in de breedte, muziek, theater, alles. Maar ook fotografie. En fotografie is natuurlijk in die jaren dat ik erbij betrokken ben, van 2005 tot nu, enorm veranderd. Had je vroeger een doka nodig en heel veel apparatuur en technische kennis. Tegenwoordig zit de beste camera op je iPhone en kan iedereen fotograferen. Dus iedereen legt zijn eigen verhaal vast. En dan is het ook heel leuk om met andere mensen te kijken naar beeld, naar fotografie. En het erover te hebben van wat zie jij nou en wat zie jij. En waarom is daar een verschil? Je denkt dat je naar hetzelfde kijkt. En dat is natuurlijk ook wel zo. Maar vanuit jezelf kijk je altijd anders. Nee, maar als je dat inderdaad zo breed wegzet zoals ze dat nu doet. Met die andere activiteiten dan alleen maar het exposeren. Dan denk ik dat dat zeker wel waarde heeft. En dus tot de lengte van jaren door blijft gaan. Daar ben ik van overtuigd. En daar gaat eigenlijk de Pennings Foundation over, beeldcultuur. Samen kijken naar beeld, luisteren naar een verhaal, elkaar verhalen vertellen, daar misschien een gesprek over beginnen. En dan voor iedereen. Iedereen die geïnteresseerd is in fotografie is gewoon welkom bij Pennings.